FC Linden mist ook nog altijd Jordi Balk, de middenvelder die onterecht rood kreeg in de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Kozakken Boys is de ploeg die een aanval moet doen op Katwijk. Leon Bot is de man die de bal op het hoofd krijgt. En daarmee de 1-0 op het scorebord zet voor de ploeg van Danny Buis. De voorzet is uitstekend. Komt van Nuland en dan binnengekopt door Bot. En hij scoort de 1-0. Belangrijk dus voor de ploeg van Danny Buis in de achtervolging nog altijd op Katwijk. Mendes Moreira doet dit. Geweldig! Jan Schimmel, de doelman van Linden, is geslagen. En wat een heerlijke aangesneden vrije trap is dit van Mendes Moreira. Volgend seizoen te bewonderen in de Euroborg in Groningen, waar hij meegaat met trainer Danny Buis. Is dit buitenspel? Nee, wordt er gezegd. Want de bal komt bij Mendes Moreira. En die komt van achteren. Meegelopen Vel El Azouti. En hij dus met de 0-3. Koud in de tweede helft. We zijn nauwelijks een minuut bezig. En dan El Azouti voor de derde keer Jan Schimmel geslagen. En Linde moet uit gaan kijken, want Linde zakt steeds verder naar beneden. Gari, de rechtervleugelverdediger eigenlijk van Kozakken Boys, die kan ook met links schieten. Via de binnenkant van de paal, Jari Gari. En hij dus met de 0-4. Jurien Gari, volgend seizoen te bewonderen bij RKC Waalwijk. En hier dus de 4-0 voor Kozakken Boys, die in feite geen kind heeft aan de ploeg van FC Linde. Sunmets legt terug, dan het schot, aangeraakt nog en de paal. Nu geluk voor Schimmel. De inzet was van El Azouti. Weer een stout. Meegeven, overtreding, jawel. Stevige overtreding van Broekhoff. Geel, die had hij al. En dan is het zijn tweede en dus mag hij met rood vertrekken. Dubbele gele kaart voor Leon Broekhoff. Dat kan er ook nog wel bij voor die slotfase van de competitie die zo spannend wordt voor FC Linden. Sunmes, daar is El Azouti. El Azouti maakt het schitterend af. Het is de 88ste minuut. Het is de 0-5. En het is heel gemakkelijk hoe El Azouti dit doet. De topscorer van Kozakken Boys. Eindstand bij Linde Kozakken Boys, 0-5.